Nou, het belangrijkste is dat de kinderen in een rookvrije omgeving op een bus kunnen wachten. Op weg naar school, naar de vereniging en naar huis. En dat kinderen ook de mogelijkheid krijgen om rokers aan te spreken op hun rookgedrag. Door middel van het wijzen naar bijvoorbeeld een tegel van rookvrije generatie of een bord. Wat in verschillende bushaltes hangt. En dat is eigenlijk het doel. Kinderen rookvrij laten genieten van het openbaar vervoer en genieten van een rookvrije wereld. Buschauffeur Mark Hinskens uit Almelo is samen met een collega een initiatief gestart om de Twentse bushaltes en stations rookvrij te maken. Ja, Richard Rolvink en ik zijn dit initiatief gestart omdat wij klachten kregen van passagiers, van kinderen, van ouders van kinderen, dat hun kinderen in de rook stonden te wachten op de bus. En dat hebben wij ons aangetrokken omdat we zelf ook vader, ouder zijn. Wij dachten van nou, dan gaan we kijken wat we eraan kunnen doen. De bushaltes en de bushokjes vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat zijn allemaal openbare ruimtes. En de gemeente die is de partij die de openbare ruimtes beheerst. En dus ook ervoor moet zorgen dat deze rookvrij zijn. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ze zijn genomineerd voor de Rookvrije Generatie Award. Nominatie voor de award is natuurlijk fantastisch. Het geeft in ieder geval erkenning van het probleem, maar ook erkenning voor hetgeen wat we doen. En wij vinden het fantastisch dat Rookvrije Generatie ons als persoon hierin genomineerd heeft. En daarmee eigenlijk ook invulling geeft aan het preventieakkoord van 2040. Dat is 19 jaar vanaf nu. Maar in ieder geval dan moet heel Nederland rookvrij zijn. Stemmen voor dit initiatief kan nog tot 7 maart en ze kunnen de extra stemmen goed gebruiken. Ja, ja dat is zeer zeker zo. We hebben natuurlijk heel veel stemmen nodig om de award binnen te slepen, om het zo maar te zeggen. Dus dat hierbij ook een oproep aan de kijkers, aan de luisteraars, om op ons te stemmen via Rookvrije Generatie, categorie personen en dan de Twentse buschauffeurs. En als wij die nominatie en die award binnen hebben, dan is dat eigenlijk alleen maar een opsteker, in figuurlijke zin, voor de kinderen die daarmee gewoon in een rookvrije omgeving op hun bus kunnen wachten. Dat is waar we het voor doen, voor de kinderen. Ze doen het niet alleen voor meer erkenning voor hun werk. De aandacht helpt ook mee om meer te kunnen doen. Een nominatie en het verkrijgen van de award maakt het voor ons makkelijker om bij de gemeentes aan te schuiven en ons verhaal te doen. Dat geeft veel meer publiciteit en dat geeft ook de gemeentes misschien dat laatste zetje om toch te investeren in die tegels om die bushaltes en stations rookvrij te krijgen. En dat is voor ons gewoon een belangrijke mijlpaal om ook de gemeentes die nu nog twijfelen of die door corona andere prioriteiten hadden, om ze alsnog over de grens te krijgen.